Een hele goede middag, avond, morgen, never klavertjes. Juist, never klavertjes. Want iemand heeft me gezegd, begin altijd met never klavertjes. Klinkt wat leuker, is leuker. En ik geef hem groot gelijk, want het klinkt ook leuker, snap je? Leuker, ja. Ik wil jullie even wat anders vertellen. Ik ben nu aan het eten. Ik heb mijn eten hier even staan. Ik ga lekker eten, hoort er ook bij. Ik ben net klaar met werken nogmaals. En ik heb mijn werk. Heb ik een meter gekregen, daar bezorgen ze mij echt alles. Ik heb het er echt super naar mijn zin, echt serieus waar. Ik zal jullie even wat foto's laten zien van wat we al hebben gemaakt en hoe of wat. Want het zijn echt leuke dingen en elke dag is het anders. Ze geven je ook van alles. De vorige daklekkersbedrijf, nou dat kreeg ik alleen een mesje, dat was het ook. Maar dat was ook een kleiner bedrijf, dus ja, dat snap ik ook wel. Dus dat is allemaal anders. Maar hier krijg ik werkschoenen, hier krijg ik een meter, hier krijg ik een hamer, hier krijg je alles erop en eraan. Allemaal voor jezelf, allemaal voor je eigen. En eigenlijk gewoon helemaal niks te klagen. Ik laat jullie nu eventjes de foto's zien. Dat waren de foto's en dat is wat ik ongeveer maak en wat ik doe op mijn werk. Ik vind het echt super tof en elke keer nogmaals, elke keer is het gewoon wat anders. We zijn nu werk met zinkplaten. Ja, daar heb ik nu momenteel geen foto's van, maar dat hadden jullie op de laatste foto gezien. Waar het hout op het dak zit, daar komt zink op. Allemaal leuk en aardig, super mooi. Wat ik jullie ook eventjes wil zeggen, dames en heren. De buurvrouw van mijn vader, die is laatst gevallen. Dat wil ik gewoon jullie even mededelen. Omdat het gewoon, ja, best wel erg is eigenlijk. Ze is gevallen, ze heeft er gewoon de hele nacht gelegen waarschijnlijk. En er is van alles gebeurd ondertussen. Ik ga niet op de details in, dat ga ik zeker niet doen. Maar ze is gevallen en ze is 83 jaar oud. Ik wil ermee zeggen, dames en heren, als jullie opa en oma hebben en die wonen op zichzelf en die zijn wat ouder en er komt nooit iemand behalve jezelf, ga er alsjeblieft elke dag of om de week of ga er, probeer er zo vaak mogelijk naartoe te gaan zolang ze nog niet in de bejaardentehuis is. Want als ze valt en ze komt niet meer rechterop, dan kan het zomaar zijn dat ze er 3, 4, 5, 6 dagen ligt. Misschien wel weken, misschien wel jaren. Je weet het niet hoe het kan gaan en dat ze daar gewoon doodgaat. Dat kan allemaal, want ja, een vrouw van 83, één moment, ik ga dit ding even afdoen. Hoppa, een vrouw van 83, ja, die kan niet zomaar opstaan en die heeft de kracht er niet meer voor. En als ze, ja, kruipend gaat, dat zou misschien wel kunnen, maar dan ben je helemaal kapot naar 2-3 meter. Dus ze is gevallen, er is van alles gebeurd en nogmaals, ik ga niet op de details en dat ga ik gewoon niet doen, dat wil ik ook niet. Maar ga alsjeblieft naar je opa en oma en zorg ervoor dat zij in ieder geval niet dagen of weken of ja, op de grond liggen. Want dat is gewoon niet goed en dat is niet tof. Ook ben ik bij de garage geweest, daar laat ik jullie nu de beelden eventjes van zien. Van waar ik, ja, de lekkage van mijn olie. Lekker. Lekker. Ze zeggen tegen mij van, luister Kevin, hè, luister Never Clever. Dat is normaal met die auto's en die auto's zweten nou eenmaal. Ik heb gezegd van ja, maar ik heb in een week tijd, 1 week geleden, heb ik mijn olie bijgevuld. En die olie die is nu al leeg. Ja, dat is normaal. Dat is normaal, weet je. Ik zeg, ja, maar ik heb toch een vinger. Ik heb jullie het filmpje laten zien, dames en heren. En gewoon heb ik ook de film laten zien. Ik heb daar een vinger heb ik gepakt van die... Dat doen dakdekkers. Die laten scheetjes. Ja, sorry. Ik heb jullie een vinger laten zien van die olie. Het lekt nou eenmaal. Hun zeggen van nee, het lekt niet. En er is niks in de hand. En het is gewoon zweten, dit en dat. Nou, er liggen plakkaat hier op de weg van Tollemet. Hun zeggen van, ja, dat is normaal, weet je wel, ook die druppels die eraan hangen en dat die binnen een week leeg is. Dat is allemaal hartstikke normaal. Nou, ik heb die auto gekocht en dan wil ik ze niet zwart maken, want ze helpen wel gewoon, weet je. Dus dat is het probleem niet. Bij E-Bos, ik zal even een foto aan jullie laten zien waar ik die auto heb gehaald. Want het kan zomaar zijn dat je daar een auto haalt en dat er olielekkage is. Of iets anders dergelijks. Ze zijn wel echt super reëel, dat sowieso. Want die wagen die kostte meer dan dat ik er voor nu heb voor betaald. Misschien dat dat ook een probleem was. Misschien wisten ze het ook. Misschien wisten ze het niet. Ik heb geen idee. Maar ik heb de auto gekocht bij E-Bos. En ze helpen me wel. Dat is het geval niet. Maar
ja, sommige wagens moet je eventjes beter naar kijken dan... Ja, moet je gewoon even beter naar kijken, dames en heren. Hè? Je moet eventjes referentie, als ik me niet vergis, moet je eventjes opzoeken op internet van over die auto. Van, is het een goede auto? Is het een betrouwbare auto? Die auto's, wat doen die nou eenmaal? Want ik heb vorige keer heb ik een Peugeot gehad. Een Peugeot is een Franse wagen, als ik me niet vergis. Is het een Franse wagen? En die wagens die kunnen nou eenmaal dingen krijgen met een stroom. Dus de lampen of iets dergelijks. Het kan allemaal. Ik heb er gelukkig geen last van gehad. Maar bepaalde auto's hebben tikjes. Ja, wat je eigenlijk eventjes onderzoek moet naar gaan doen. Want als het kapot is, dan kan je gewoon weten van... Oké, die auto's die hebben nou eenmaal dat. En die krijgen dat heel vaak. Of de lampen doen het niet. Of de airco doen het niet. Of dit en dat. Deze auto doet alles het. Alleen olielekkage. Helaas, pindakaas. Misschien mijn schuld. Misschien had ik beter moeten kijken. Hun hebben gekeken en zeggen van... Nou, dat is niks aan de hand, weet je wel. En... ja, dat hoort gewoon zo, dat hebben al die auto's hier of zoiets, zeiden die. Nou, oké, allemaal leuk en aardig, maar ik heb die auto gekocht bij Ebos in Venlo. Goeie zaak sowieso, 100%. Zijn echt super leuke mensen, super aardig. Ook echt niks van te zeggen, dus ik mag eigenlijk niet klagen. Maar als jullie daar een auto gaan kopen, zorg er dan wel eventjes voor dat je goed naar die auto kijkt. Want die auto's, ja, een lage prijs is gewoon nou eenmaal een auto met misschien mankementen of iets dergelijks. Als je hem niet boven de 1000 euro haalt in ieder geval, want mijn auto is niet boven de 1000 euro... maar wel boven de 500 euro. Dus ja, mag jij zelf bepalen wat het bedrag is geweest. Ik moet niet zoveel praten, want dadelijk is mijn eten koud. Maar dat is in ieder geval het geval. Ik heb een lekkage, of in ieder geval, ik denk dat het een lekkage is. Zo ziet het er ook gewoon echt serieus uit. En ik moet het er maar mee doen. Ik ben net terug van het werk. Ik ga nu eventjes douchen. En dan zien we jullie dadelijk weer. Want dadelijk is het mijn vlogdag. En vandaag is het niet meer vlogdag, want vandaag is het donderdag. Ik moet eigenlijk wel een vlog maken, want morgen moeten jullie een vlog zien. Dus het kan zijn dat deze wat later online is, nu, momenteel. Sorry daarvoor, dames en heren, dat gebeurt me steeds vaker en dat wil ik ook eigenlijk voorkomen. Maar dat betekent dat ik eventjes wel iets moet gaan verzinnen waardoor het niet meer gaat gebeuren. Ik ben nu al heel veel aan het lullen, dus ik ga nu ook even afsluiten. En nogmaals, we zien ons dadelijk en geniet gewoon weer van deze hele mooie video. Dames en heren, love it, like, abonneer. Abonneren is sowieso heel belangrijk. Eerstdaags gaan we naar een bekend iemand, of tenminste net zo bekend als wat ik ben, net zoveel abonnees. En die doet magneetvissen. Misschien weten jullie al wie of wie niet of wie wel, maar het begint met een Tim en het begin eindigt met oh die, snap je? Oh die, ja. Dus bij deze gaan we eerst eens naartoe, gaan we lekker magneetvissen. Hou je detail en geniet van deze video. Nogmaals, ga naar Open Oma, ook heel erg belangrijk, maar als je dat niet doet, dan doe je dat niet. Ook goed. En misschien heb je geen open oma, dan is het ook goed. Dan is het ook goed. Dan liggen ze al, snap je? Dan liggen ze al jaren, maanden, weken eten. Tot dadelijk. Zo, dames en heren. Ik ben klaar met werken. Ik heb eventjes een pakje check gehaald. Ook heel erg belangrijk natuurlijk. Ik sta nu bij een tankstation. Ja, jullie hebben gezien die beelden en alles. Vandaag is mijn echte vlogdag. Maar ik werk altijd tot 4:30. En als het 4:30 is, moet jullie aankijken. Als het 4:30 is, dan is het eigenlijk net iets te laat om nog een filmpje te uploaden. Want ja, je werkt toch en op je werk mag ik blijkbaar niet filmen. Ze hebben niet echt gezegd van ja, niet doen of wil je dat niet doen? Nee, dat niet. Ze hebben gewoon gezegd van, film je ook op je werk? Ik zei, nee, ja, als je dat wilt, nee, dat hoeft niet hoor, dat hoeft niet. Dus daarom heb ik ook niet gefilmd op het werk. Ik heb wel foto's geknipt. Maar ik sta nu bij een tankstation. Vandaag is mijn vlogdag en sorry dat het allemaal wat later is natuurlijk. Maar ik heb een standaard ritueel en het is gewoon deze shit halen, tonijn. Elke keer als ik hier kom bij een tankstation, dan rijd ik ook gewoon langs. Dan heb ik echt zoiets van... ik heb honger en dit smaakt altijd zo lekker. Het kost 4 euro. 4 euro? Voor ja, elk broodje is eigenlijk 2 euro. Eigenlijk heel erg duur. Maar ja, daar werk ik voor natuurlijk. Wat we gaan doen, ik heb geen idee. Ik zou het echt niet durven te weten momenteel. Want ik werk en ik moet gaan douchen en dan moet je gaan eten. Ik heb dadelijk een verjaardag van mijn broer. Mijn broer is jarig. Dankjewel voor de felicitaties alvast. Gefeliciteerd, dankjewel. Maar zo gaat dat. En ik zou echt niet weten hoe of wat. Maar ik moet wel eventjes dingen in gaan plannen. Misschien dat mijn video's wat later online komen dan 5 uur. Want 5 uur is mijn standaard ritueel om mijn video up te loaden. Misschien dat we het 6 uur moeten maken. Want ja, weet je, ik werk nu. En de ene vindt het goed dat ik werk. De andere is zoiets van ja, dat je werkt. Dat boeit me geen reet zolang die video's maar komen. Ja, dat is allemaal verschillend. Maar ja, we moeten er mee doen. We moeten er mee. Ja, ik weet het anders ook niet. Snap je? Toen ik vrij had, was het makkelijk om films te uploaden. Om films te maken. Om films... maar nu is het krap, man. Nu is het echt krap. Nu ben ik aan het werken. En nu ben je aan het denken van, ja, wat moet je nu gaan filmen? Want nu moet ik eigenlijk naar huis toe. Maar zo gaat dat. Ik ga nu eventjes eten. En dan
weten, lekker eten, zelf weten. Ja, belangrijk, dat gaan we doen. Ik word helemaal wakker. Ik ben nu aan het eten, dames en heren. En kijk wat het grappig is. Het ziet er echt, in de verpakking ziet het er zo lekker uit. Ja, of in ieder geval wat je lekker noemt natuurlijk. Als ik hem openmaak, zit letterlijk alleen, ik moet niet kijken dat het eraf valt, alleen vooraan zit die zooi. Zie je dat? Alleen vooraan zit die zooi en voor de rest zit het nergens. Gezichtsbedrog. Hoort erbij. Maar het is wel echt... lekker. Ik heb dadelijk een verjaardag van mijn broer. En van een vriendin van mij, want die houden samen een verjaardag bij mijn vader eigenlijk. Ook hebben we een buurvrouw bij mijn vader. Hebben we aangegeven van, ja, we houden een verjaardag. Ja, tot 10 uur, hè. Tot 10 uur, zeggen ze dan. En nu is het vrijdag, dus het is eigenlijk weekend. Tot 10 uur, hè. En dan ga je afsluiten met de muziek. Tot 10 uur, hè, zegt ze. Tot 10 uur, tot 10 uur. Als jij een feest wilt houden, hou je toch ook gewoon een feest. En dan doe je toch ook niet tot 10 uur in muziek zacht in één keer. Ja, of zacht. Je doet de muziek dan toch ook niet helemaal uit. Je gaat toch gewoon feesten met z'n allen? Of hoe moet ik dat zien? Tot 10 uur, tot 10 uur. Maar dat heeft ze blijkbaar wel echt gewoon serieus gezegd. Tot 10 uur, hè. Tot 10 uur. En dan gaat alles uit. Tot 10 uur. Dus het kan goed zijn dat zij ook gewoon gaat bellen. Hè? Dus ik weet het allemaal niet. Ik ga geen namen noemen, dat heeft ook geen zin. Oude mevrouw van 83 die op de grond is gevallen. Is naar het ziekenhuis meegenomen vandaag. Misschien heeft ze wat gekneusd, misschien heeft ze wat gebroken. Want oude mensen breken nou eenmaal sneller. Ik heb geen idee. Ik ben er niet echt van op de hoogte. Maar ik hoorde een keer dat er een ambulance bij mijn vader voor de deur stond. Dus ik heb mijn vader gebeld. Kijken of er iemand thuis was. Ja, er was iemand thuis. En dan mijn vriend van me op, Jimmy. En die zegt van, nee, dat is de buurvrouw die meegenomen is naar het ziekenhuis. Dus zo gaat dat eenmaal. Ik even door eten. Jullie weten dat. Ik ben op de hoogte. Het is een hele, hele lange praatvideo. Ja, sorry, ik kan er ook niks aan doen. Maar ja, ik heb gewerkt. Zie je dat? Ik heb mijn werkkleren nog aan. Ja. Ja. Zo, dames en heren. Ik ben aangekomen. Of, nee, wat knabbetjes. Bij mijn vader. En als jullie kunnen zien, hangen de slingers al. Ja, je moet zelf de slingers ophangen in je leven. Dus... We hebben gewoon slingers opgehangen. Jimmy die heeft de muziek aan, zoals je kan horen. Jimmy woont tegenover mijn vader. Helemaal niet. Kan je nog wat grappig laten zien? Net op, dat hebben we een keer gevonden met z'n allen. Dat is grappig. Dat is Jimmy zijn broertje. Broertje van Jimmy, ja. Maar zoals jullie zo kunnen zien, staan de slingers al buiten. Zelf feestje maken. Ja, die broer die jarig is, die wil niet op de video. Dat wil hij nooit eigenlijk. Nou, dat is eigenlijk vanwege de politie. Maar ik word helemaal wakker. We gaan eens even naar binnen. Kijken wat dat te doen is. Lala. 1, 2. Hoppakee. Ik ga even checken hier ook. Hallo. Hallo. Deze vlogdag en opa ligt te slapen. Zoals we... Rustig, ik wist niet dat je boos werd. Hey, zo moet je het al horen. Hij heeft, ja, ik hoor het. Hij heeft installatie bij. Ook heel belangrijk dat je muziek hebt natuurlijk. De meneer is aan het slapen. Kutje, kutje, kutje. En slaap je lekker? Ja, dat kan. Slaap je lekker? Nee, man. Ben je jarig? Jij bent jarig. Niet meer. Oh, niet meer. Oh, goed. Dat is de mevrouw die zo jarig is. Hoe is het met je arm? Ja, heel goed, hè. Kan je al je pik trekken? Oh, ja. Normaal. Ja? Oh, ook belangrijk, hè? Ja. Dat is het niet op YouTube, hè. Ja. Dat ga ik wel leren voelen. Ja, je staat op YouTube nu. Hallo. Gennetjes, hè. Nou, papa is net wakker, hè. Papa is net klaar. Ik heb net een half uur geslapen, zoiets ongeveer. Ja, oké. Ja. Morgen is het van plan trouwens om mijn rug op de rug, om mijn rug vast te zetten. Dus heb er geen last meer van dat dit nog. Op de rug vastmaken. Ja, dan ben ze mee aan de rug vast. Dan gaan ze hem zelf op de rug vastbinden. Die bollen hebben hechten, daar hechten ze mee achter op de rug. Ja, ze moeten de lekker! Ik ga eens even kijken hoe het erachterom uitziet. Ik weet niet of het hetzelfde is. Ja, dat moet je zo doen. Zou het zo ingeregeld zijn met de plannen? Ook ik ben benieuwd. Hoppakee, we zijn buiten. Wat mijn vader heeft gedaan, of ja, wat mijn vader heeft gedaan, het heeft eigenlijk Erik gedaan. Die hebben jullie ook vaak gezien in de vlog.
Hij heeft opgeruimd, allemaal opgeruimd. Dit zijn de bokken van mijn boot, hè. Die moest ik, ja, die moet ik eigenlijk gaan verkopen, want die heb ik niet meer nodig. Mijn boot die is helemaal gemaakt, mensen. Ik hoop dat die helemaal gemaakt is. Er zit nog één scheurtje in mijn boot. Die moet ik gaan maken eerstdaags. Dat laat ik jullie ook nog even zien, want misschien is het wel leuk om morgen te doen, hè. Dat jullie maandag die video zien met de politie, want die gaat gegarandeerd komen. Omdat zij daar, niet daar, zij. Kijk het daar zo, zij. Die luistert altijd alles af. Ze maakt de ramen op, gaat zo met zijn potje zo tegen de deur aan het staan, weet je wel. Hele dag en nacht volgens mij, ik weet het ook niet. Maar zij zegt van, 10 uur is het stil, 10 uur is het stil. Nee, het is weekend en verjaardag. En waarom houden we de verjaardag hier bij mijn vader? Nou, dat kan ik jullie eventjes duidelijk aangeven. Omdat bij ons thuis zou het ook gekund hebben. Maar de buurman die heeft een klein kindje gekregen laatst. Dat is nog geen week geleden volgens mij. En ja, daar houden we dan wel weer rekening mee natuurlijk. Want het kan, ja, het is zo van, ja, weet je, als die mensen een kind krijgen en je gaat er heel hard muziek luisteren, ja, dat is voor het kindje ook niet leuk. Die vrouw moet rust hebben, dat kindje moet gewoon even rust hebben, weet je wel. En daar houden we ons dan ook wel weer aan, waardoor we vandaag gewoon hier gaan feesten. Dat is ons ding. Daarom gaan we ook van hier feesten, want anders was het gewoon bij mij thuis geweest. Wat jullie vorige keer ook hebben gezien, dat ik lekker als stripper, als lekker wijf, gewoon, ja, een feest, hè. Helemaal wakker, lekker en niet pieten. Maar nu wordt het hier gefeest omdat, ja, een kindje, er is een kindje en die moet gewoon rust hebben. Dat hebben ze ons niet gezegd of zo, maar wij hebben, ja, weet je, wij hebben ook respect voor die dingen. Dat mensen gewoon rust moeten hebben. En ja, je kan iedereen wel een briefje in de bus doen van hier een verjaardag, hier een verjaardag. Maar wij hebben zoiets van, ze horen vanzelf wel of de verjaardag is of geen verjaardag. En als er echt overlast is, moeten ze aan onze deur komen en als ze de politie gaan bellen. Dan heb ik ook nog een mooie vlog voor jullie. Het zij zo, ik kan er ook niks aan doen. Maar zo gaat het. Vanavond verjaardag hier. Ja, zo gaat dat. Omdat ik een kindje heb gekregen. Ja, ja. Het bakje is helemaal leeg. Zie je dat? Dit is, hier hebben we vroeger hebben we heel veel gedacht. Hadden we hier een dartbord hangen en dan gingen we altijd hier staan en dan gingen wij lekker pijltjes gooien, zoals altijd. Ik kan er wel eentje voor doen, want ja, waarom ook niet eigenlijk. Ik zag toevallig dat hier nog een pijltje hing. Kijk, en dan gingen we hier zo staan zo, hier zo, en dan gingen we daar gooien zo. En dan gooi ik precies onder die bloemen, let op. Kijk, precies onder die bloemen. We hebben heel veel gedacht. Ja, ik wil niet zeggen dat het me de hele tijd lukt, want als ik het nu ga proberen, kan het zomaar zijn dat ik dadelijk gewoon ergens anders terechtkom. Ja, hier heb je een barretje en hier hadden we een muziekinstallatie, die heeft die jongen meegenomen, want die had zoiets van, ik wil die wel hebben. Hier hebben we een kachel, die doet het niet natuurlijk, want je kan niet in een houthuisje, kan je niet gaan kachelen. Kan wel, als je in Oostenrijk woont natuurlijk, dan kan dat. Een mooie tennisracket hangen, dus kunnen we nog misschien een keer tennissen met z'n allen, wie weet. Ik laat momenteel geen scheet, ja. Ja, hier ligt nog een hele oude radio. Zonde om die weg te gooien, weet je dat? Die had ik ook gewoon netjes binnen neerzetten, al doet hij het niet. Zo, hele oude radio, mooi ding. Ik word helemaal wakker. Scootmobiel van mijn broertje en ik heb er ook nog eentje. Maar ja, daar zijn alle twee de accu's van kapot. Ja, het gaat hoe het gaat, maar de accu's zijn kapot. En die moeten gewoon een keer gemaakt worden, of in ieder geval twee nieuwe accu's. Maar een accu die kost gewoon 200 euro de stuk. Dus dat is wel heel erg duur. Ik word helemaal wakker. Zo, ik ga weer naar huis toe. Ik heb jullie de dingen laten zien. Hier wordt vanavond feest gegeven en hoe of wat, ik zou het niet weten. Ik ga nu naar huis toe, ook belangrijk. En dan ga ik jullie even nog de boot laten zien, dat is ook heel belangrijk. En dan hou ik deze video gewoon heel erg kort. Want ja, ik heb niet veel meer te doen, ik ben net klaar met werken. En ik kan jullie wel van alles laten zien. Ik kan jullie wel laten zien hoe ik nog doe gamen, kan ik jullie ook laten zien. Maar ja, of jullie daar vrolijk van worden, weet ik ook niet. Maar ik kan het jullie wel laten zien. Dus we zullen het zien en geniet ervan. Sorry dat de video nogmaals iets later is gekomen. Ik kan er ook niks aan doen. Ik kan er wel wat aan doen. Gewoon andere video's maken op andere dagen. Dus misschien is dat wel wat. En je mag niet klagen. We zien ons dadelijk als ik thuis ben. En geniet van de video. Ben ik. Dat is mijn broer. Dat is mijn kleine broertje. En die heeft mijn vader ooit een keer getekend. Ja, tekenen kon hij al goed. Niet overgetrokken. Nee, gewoon echt getekend op een kleine foto. Die foto is je niet. Hier, deze heeft hij ook een keer getekend. De hand van God. Dat is niet die voetbalspeler die dan de hand heeft gedaan. Maar dat zijn reuzen die dan ja, Jezus hebben losgemaakt, om het zo maar te zeggen. Jezus ligt dan hier en ja, die hoort niet aan de kruis eigenlijk. En iedereen heeft Jezus aan een kruis hangen. Maar mijn vader heeft Jezus ook gewoon een keer echt van het kruis afgehaald. En gewoon zo neergehangen omdat hij zoiets had van ja, ziet niet uit. Ja, je moet maar ergens in geloven. En ik geloof niet. Ik geloof niet. Hier. Werken om te leven, leef niet om te werken. En daar is hij dan.
Kijk eens hier, jong. Wat een mooie tanden. Oh, naar de konijn. Allaai! Nou, vanuit, daar zijn we dan. Daar gaan we dan. Party time. Hier. De speaker hem. Hoe gaat het? Afnij. Dan we klaar op het feest. En Christ vraagt ook op het feest. Ik ben Charlie, want dan noem je een yes, yeah. Dat was een yes, yes, yes. Achter een volk, ik ben jullie van woning. Ik denk, yeah, yeah, yeah. Dat bedoel ik, als we wel wat. Ah, als we wel wat. Thuis aangekomen. Mijn honden die hebben mij nu al gezien. Zo snel zijn die, hè? Die hoeven nog niet eens iets te horen, maar gezien ben gewoon. Mijn boot, ik zal jullie heel even op de hoogte stellen wat ik aan mijn boot moet doen. Onderin zit nog een scheur, die is denk ik zoiets. Dat kan gekomen zijn omdat we in de boot lopen of de trailer. Dat zou zomaar kunnen, ik weet niet of dat zo is. En wat ik nog moet doen, dames en heren, dat is deze eraf halen. Hierachter zitten gaten in. Ik weet niet, die zien jullie niet, maar die gaten zijn van schroeven. En ja, dit is eigenlijk best wel rot geworden. Dus ik wil die er helemaal af gaan halen. En als ik die eraf heb gehaald, dan wil ik al die gaten even dicht gaan strijken. En misschien dat ik het zo laat. En of ik doe er gewoon een nieuwe plank op, dat zou ook kunnen. Maar die moet er sowieso af om die gaten goed te kunnen dichten. Dat moet ik nog doen. Dan moet ik nog een keer het stuurtje moet ik nog eventjes maken. Want er moet eigenlijk een stuurtje opkomen. En als er een stuurtje op is gekomen, dan kunnen die kabels mooi weggewerkt worden naar daar. En binnenin moet ik nog eventjes een paar dingen doen, maar dan is hij gewoon al bijna af eigenlijk. En dan zouden we kunnen varen. Ik heb mensen beloofd dat we gaan varen, dus dat gaan we ook zeker doen. 100% gaan we dat doen. Mijn hond, die komt er nu aan. Goedemorgen, hondje. Oh, dat is een hondje. Kleine baby. Dat is Gabber, Gabber de hond. Hallo. Ah, daar is hij toch. Hallo, Saampjes. Hallo, Saampjes. Ja, dat moet er gebeuren aan de boot. Dus de boot is eigenlijk op zich bijna klaar. Alleen, ja, nu doe ik werk en ja, weet je, ik kan er morgen aan gaan beginnen. Maar ja, omdat we nu dadelijk een verjaardag hebben van mijn broer en van een vrouw daarvan. Een meisje, niet van mijn broer, maar gewoon een vrouw. Een meisje. Dan moet ik er zeker in doen. Ik weet niet of ik er zin in heb. Maar ik ga jullie sowieso niet teleurstellen met de volgende vlog natuurlijk. Want er moet gewoon een volgende vlog aankomen. Dus dat komt helemaal goed. Ik ga nu douchen, ik ga nu even poepen en dan zien we ons dadelijk waarschijnlijk weer. Maar omdat ik nu naar een feestje ga, dames en heren, is het denk ik belangrijk dat ik nu ga afsluiten. Of in ieder geval dadelijk ga afsluiten nadat ik gedoucht heb. Want ja, ik heb niet veel vandaag te doen en ik kan wel een beetje praten, weet je wel. En ik kan het feest wel laten zien. Maar omdat ik moet uploaden, ik moet nog gaan editen, ik moet alles gaan doen. Dat heb ik nu al gedaan, omdat jullie nu de video zien. Maar dat moet ik nu allemaal gaan doen en het is nu al bijna 6:30. Dus ja, de tijd vliegt gewoon heel erg en ik kan wel alles gaan filmen vandaag, maar dan komt de video een keer om 10 uur of 11 of 12 uur live. Dat wil ik ook niet gaan doen voor jullie. Dus bij deze, heel misschien dat ik nog live kan gaan op de verjaardag, maar ik denk niet dat dat gebeurt, maar het zou wel kunnen natuurlijk. We zien het allemaal wel, maar ik ga nu even poepen en douchen. Zitten jullie zo op het wc? Ik normaal niet. Nou, beklemmend dus. Ik ben binnen. Ik heb wat leuks gekregen laatst. Dat wil ik jullie sowieso even laten zien. En dan ga ik douchen. En nu ga ik ook gewoon afsluiten. Ik heb hier een paar van die bladeren liggen. Dit is coronavirus. Ben jij er bang voor? Ik kan sowieso niet lezen. Dus ik ga het ook niet voorlezen. Maar als jullie een foldertje willen, laat het me eventjes weten. En ja, de verzendkosten is voor jou als het verzenden moet worden. Want iemand wou die verzonden hebben. Dus ik heb er eentje verzonden. De verzendkosten kost €2,75 als ik me niet vergis. Dus als je €2,75 €2,75 overmaakt, krijg jij gewoon een folder van mij met een krant van wat jij natuurlijk wilt.
Dit zijn folders over coronavirus en wat er allemaal in staat. Staat echt van alles in. Kijk even op mijn Facebook als je het nog niet hebt gezien, want daar staat het ook op. En dan kun je gewoon lezen op mijn Facebook. Waar jij zoiets hebt van, nou, ik ken wel iemand die echt in coronavirus gelooft. Of ja, gelooft, tuurlijk bestaat het. Maar die echt zoiets heeft van, die kan ik misschien wel wakker maken hiermee. Laat het eventjes weten, dan wordt die gewoon opgestuurd. Hoe of wat, maakt allemaal niks uit. En als jij een petje bestelt, dan kan het ook zo zijn dat ik deze gewoon bij je petje doe. Net wat jij wilt. Die heb ik gekregen om uit te delen, dus die gaan we ook zeker uitdelen. En ik vind het echt een mooi initiatief, want het zijn bijzondere dingen waar ik zoiets van heb van, wauw. Ik laat het in de volgende video, laat ik het ook nog even zien. Ja, laat ik het ook nog even zien, dan komt het helemaal goed. En dan zien we ons de volgende keer alweer. Geniet van de dag, ik ga genieten van het verjaardagfeest. Ik ga nu douchen en dan zien we ons maandag weer. Yes, een heel fijn weekend dames en heren. En geniet van de volgende vlog. Abonneer en like als je het nog niet hebt gedaan. Ook heel belangrijk en dan zien we ons.